Hallo, ik ben Jolien Jansing. Ik ben auteur van Het Tij Hoog, De Maan Blauw, Antwerpen, Antarctica. En ik ga hier bij de Luisterpunt Bibliotheek mijn boek voor jou inlezen. Een moment stelde Leonie zichzelf de vraag waarom ze eigenlijk een salon gaf. Was ze vanavond niet veel liever in Kasteel Voshol geweest, haar buitenverblijf, met zijn frisse lucht, park vol hoge bomen en gezelligheid. Een glas warme wijn met kaneel bij de haard en met Emma dammen of schaken. Haar jongste dochter, een nakomertje, was zo'n heerlijk gezelschap. Wat haalde ze zich toch altijd op de hals? Vroeger met Sjaak had ze veel minder de behoefte gehad zich met mensen te omringen. Ze ging met haar vingertoppen over een damasten gordijn en trok het recht. Nog even, en dan zou het huis vol leven zijn. Vanaf 6:30 zouden twee meiden de gasten binnenlaten en hun jassen en hoeden aannemen. Vervolgens zouden schalen koude vis met mayonaise, gerookte ham, pasteitjes en wijn uit Bordeaux en Madeira de salons worden binnengedragen. Geen van haar vijf kinderen zouden aanwezig zijn, maar dat kon haar niet echt deren.